Een hele goede morgen, middag of avond. Welkom terug bij Creamy TV. Willem, hoe is het ermee, jongen? Lekker, maat. Jawel. Wij gaan weer even Minecraft spelen vandaag. Onze Jeffrey heeft avonddienst en gisteren heb ik ook al heel lang Eurotruck gedaan. Dus ik had er eventjes geen zin in vandaag. Eventjes wat anders doen. Ik krijg allemaal berichtjes hier over updates. Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon verder met onze singleplayer. Ik ga het spel eventjes opstarten hier zo. Hatsa. Mensen. Versie 1.19, we zitten in de nieuwste versie. Dat betekent dat zodra we dripstone hebben, komen er leuke dingen. Vet kut, juist. Wat? Jij gaat wel trucken zeker, of niet Willem? Ik zie wel even hoe gezellig druk het wordt op de stream. Als mensen dit graag willen zien, dan gaan we dit laten zien. En anders dan kunnen we altijd nog wisselen. Hè? Nee, ik denk het niet, zegt hij. Ah, oké. Okay. Kijk aan. Het is ook veel te warm om te gamen. Ik denk dat ik... Morgen ben ik toevalligerwijs vrij. Ik denk niet dat ik morgen ga gamen. Ik denk dat ik morgen even gewoon de stad in ga. Even zien hoor. Deze hebben we dicht, het boekie. Boekie. Oké, ik heb geen status effect. Morgen ga je dood, ja. Is zo. Dat is wel heel heftig. Oké. Nou, prachtig niet. Drink dan thee. Ja, sowieso. Als dat de rand wordt van het huis, kan dan hier ons to-do-bord staan? We hebben hem net weggehaald, maar... Nee, precies. Ben ik ook niet voor gemaakt, hoor. Allemachtig. Waar gaan we de to-do-bord even neerzetten? Misschien is het handig om dat aan de zijkant van het huis neer te zetten. Ik wil er ook iets van een tuin omheen. Dat is dus lastig, hè? Je moet nu al plannen, zeg maar, waar gaat alles komen. Nou, ik denk dat... Hier zullen we er misschien één verder? Sure, ja. En dat punt is aan de binnenkant, hè? Ja, dus dat punt daar. Dit zou aan de binnenkant zijn. Dus dit is... Oké, dan is dit... Die hoek. Oké. Zetten we hier een paal neer, zo. Planken. Wacht even Jan. Moet je dat even goed doen? Nee, we zetten hier geen paal neer. We doen het zo. Dit mag lekker zo groeien. En dan zetten we hier deze zo neer. En dan doen we hier zo. Hop, hop. Kaars erop. Hatsa. Oké. We hebben allemaal spul bij ons in onze inventory. Ik weet niet waarom. Die trader is natuurlijk langs geweest, hè. Dan moeten we deze dus centreren. Oneven getal, dus dan komt hij tot hier. Dat denk ik goed, hè? Volgens mij heb ik dat goed. Verdorie. En hier blijven. Hoppa. Muziekje erbij van de Elder Scrolls. Heerlijk. Heerlijk, 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 heerlijk. Oké. Is dit dan... Permanent de goede plek. Als wij vanaf hier de voordeur uit komen lopen, hè? Ja, dan is dit centraal. Denk ik. Dus dit zou dan het centrale punt moeten zijn. Dus deze. En dan is deze. Haal hem even weg. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, het klopt. Het klopt gewoon. Verdorie. Wat fijn. Poeh.
Oké, we hebben nu wel te weinig planken. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen we nou te weinig planken hebben? Er moet ook nog een onderste laag bij. Jongens. Oké, dit wordt hem wel. Prima. Het wordt een heel groot to-do-bord. Mensen, ik heb koffie. Ook niet onbelangrijk. Ik lag ook weer en ik weet het 100% zeker. Mijn CPU houdt er echt mee op. Vandaag of morgen. Ik heb gewoon dat mijn beeld stottert. Hier, daar ga je weer. Ik denk echt dat het niet meer kan, jongens. Ik denk echt dat ik een nieuwe PC nodig heb. En dat is mooi lullig, want daar heb ik het geld niet voor. Dus dan kan ik niet meer streamen. Godsamme. Nou ja. Ook van de hitte waarschijnlijk, ja. Ja, ik denk het wel. Zal ik eens eventjes kijken wat onze CPU vindt op dit moment? Task Manager. Performance. Oké. Nu weer even in de gaten houden. Misschien moet ik deze op fullscreen spelen. Misschien gaat het dan beter. Dan kan ik alleen moeilijker wisselen van scherm. Kan wel zo, denk ik. Vinden we ervan? Dan heb je niet meer die zwarte rand aan de onderkant waar de tekst staat, maar dat is niet zo heel erg. Volgens mij loopt het wel soepeler. Of ik verbeeld het me. Ga meemaken. Hey donkey. Hier nog een bed van een villager, dus prima. Wortels. Wortels. Ja, grote kerel. Hij loopt wel soepeler, hè? Wat heb jij nou weer? Oh, ze zijn met elkaar aan het klessen best. Ja, het voedsel maar. Ja, top. Als je ze heel veel voedsel geeft, dan gaan ze extra kindjes maken, zolang er bedden zijn. Dat is wel geinig. Hier jongens, wortels. Machtig mooie wortels. Geen ruzie. Nou, wees maar lief voor elkaar. We hebben bomen nodig, mensen. We hebben heel veel hout nodig om dit huis te bouwen. Steen hebben we wel wat. Misschien hebben we wat meer steen nodig, maar daar gaan we achter komen. Steen hoeven we maar één laag van het huis, dus dat valt wel mee. We gaan het huis voor nu modulair maken met een plat dak. If that makes sense. Ewa, de bitch is gearriveerd. Hey, bitch. Als je het zelf zegt, dan mag ik het ook zeggen. Hè? Zo werkt het dan. Zo. Wisdom, hey, wisdom. Nou, hier komt een bos. Beter. Greppelhex. Hoe noem je mij? Greppelhex. Lekker wel. Ik heb sticks. Ik heb alleen niet genoeg. Volgens mij wordt het donker. Dus we moeten eventjes 6 cobblestone pakken. 6 hele cobblestone. Ja, 6. Top. Even 2 bijlen maken. Even hier slapen. Heb ik nog serieus mijn crafting table hier weggehaald? Wat is er mis met mij? Ik heb ook ijs bij me. Dat is ook nieuw. Packed ice. Kan handig zijn. Ik weet nog niet waarvoor ik het ga gebruiken. Maar waarschijnlijk voor iets transportachtigs. Kom op, jongens. Grippelhex. Hoi. Super sexy greppelhex. Ja. Absoluut wel. Ik geloof je zo ook. Nooit gezien, maar dat maakt niet uit. Ik geloof je zo. Deze boom.
Ja, die is vervelend, hè? Ja, mee eens. Dat mis ik wel in bepaalde modpacks, dat je gewoon tree felling hebt, zeg maar. Je slaat het onderste bakje van een boom en de boom valt om. Je zou zeggen bij een spel als dit, waarbij bomenhakken zeg maar het grootste deel van het early game is, dat ze daar zoiets even hebben bedacht. Maar nee, het is niet zo. Ja, ik ga eerst even die grote boomkappen eraf halen en dan de rest. Dus Dit is niet eens een tak. Haha. Wel een tak. Oké, 2 is bijl, Jan. Onthoud het nou. 2 is bijl. Bijl is 2. Oké, saplings check. Hier is een hoge jongeman. Nooit gezien, maar ik geloof je zo. Ja, nou ja. Weet je, soms moet je mensen gewoon op een goede... Op een goede gedrag, op een mooie blauwe ogen vertrouwen. Dus al heb ik je mooie blauwe ogen nog nooit gezien. Ja, verklaart weer een hoop, hè. Ja. Zo. Deze hier weg. Hoe weet je dat ik blauwe ogen heb? Je spreekt Nederlands. En je woont dus met alle waarschijnlijkheid in Nederland. En dan is die kans heel groot. Dus het was een goede gok. Het is het meest dominante gen wat er is. Blauwe ogen. Dus, ja, al die uren bij biologie bij meneer Van Korten. Dat heeft toch nog het een en ander opgeleverd. Dat is bruin. Wat zeg je me nou? Nou, dan heb ik verkeerd geredeneerd, maar goed gegokt. Net als in het casino, zeg maar. Goed gebluft, slecht verhaal, ja. Oké, volgens mij gaat dit ook neer, mooi. Zijn er nog meer hoge boomtoppen hier nu we er toch zijn? Weet je wat, ik moet voortaan inderdaad gewoon een andere tool in mijn... Ik moet voortaan mijn zwaard, denk ik, hier houden, dat je er makkelijk naartoe kan switchen. Of gewoon deze twee tools, gewoon hier pickaxe en deze. En dan gewoon op F drukken om te wisselen. Dat moet ik gewoon voortaan doen. Dat is toch veel handiger, jongens. Waarom doe ik dat niet? Mijn oog is blauw, groen of grijs. Verschilt hoe je ernaar kijkt. Ja, precies. Als een kleurenblind iemand ernaar kijkt, dan zijn ze allemaal grijs. Dus ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, mijn ogen zijn blauw. Ik heb blauwe ogen. Maar ze zijn niet blauw als je ernaar kijkt in het donker. Dan zijn ze zwart, net als de hele omgeving. Oké, ik loop maar met de kloten. Ja, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Okay. Okay, deze boom gaat neer. Oké, we gaan nu alles neerhalen. Ik ga even 2 nieuwe bijlen maken. Nee, je moet je mond juist niet houden. Je moet gewoon niet happen. Niet happen als mensen vervelende dingen tegen je zeggen. Dat vinden vervelende mensen alleen maar leuk als je vervelende dingen tegen vervelende mensen zegt. 2 hiervan, dank u. Ik had echt even mijn inventory moeten opruimen voordat ik hier kwam. Nee, eerst maar al die bomen neer. Nee hoor, wisdom speaker. Ik ben gewoon lekker een beetje aan het clearen. En als je dat tegen kan, dan ben je hartstikke welkom op Creamy TV. En dat heb je volgens mij al eerder gedemonstreerd. Dus, Boom, 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 boom. Zo, ik sla, bladeren met een stuk brood. Ik denk dat het handigste is nu. Hoppa. Leuk dat jullie erbij zijn, mensen. En ook leuk dat je altijd zo actief meedoet in de chat op Discord. Dat waardeer ik wel. Je kan wel tegen clearen. Oké, zolang het geen pesten is, hè. Pestkoop heb ik zelf ook een hekel aan. Ja, toch wel? Ja. Ja, ik vind dat gezellig.
Ik persoonlijk vind dat gezellig. Het is even niet dat de andere helft van de Discord alles op mute heeft gezet, maar... Ik persoonlijk vind dat gezellig. Ik kreeg laatst het commentaar van Chantal dat het een goede morgen only Discord is. Nou, toen was ik wel even klaar mee. Toen dacht ik van, nou, ze stikken er allemaal maar in. Mooi zoot, precies. Pom 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 pom. Oh. Ja, ik heb dus twee hele kleine mods ingesteld. En dat is die minimap die je er bovenin ziet. Voor het maken van waypoints. Dat vind ik wel even net zo handig. We kunnen geen maps maken namelijk. In Flat World. Want je hebt geen paper. Dus. Anders dan had ik gewoon vanilla maps gemaakt. Chantal heeft ook een beetje gelijk, toch? Ja, heeft ze ook. Maakt het niet minder onprettig. ja. Ja, nou ja, sorry. Ik ben gewoon niet zo populair als die andere lui op Discord. Ja, nou en. Al mijn vrienden zitten er. En dat maakt mij uit. Dat vind ik het belangrijkst. Je hebt er wel veranderingen gemaakt, dat klopt. Nou, we gaan weer boom maken. We hebben hier nogal wat bomen staan. We slaan de bladeren weg met een brood. Dat is echt een ideale oplossing, want dan kost het geen durability van je bijl. Ik bedenk me net trouwens, hè. Ik zit nog op mijn eerste leven, dus ik had net zo goed hardcore kunnen spelen. Ja, we zijn gewoon een Discord waar niet heel veel wordt gezegd, want als we wat zeggen, dan zitten we in voice. Weet je? Ik hou niet zo van dat getyp de hele dag hoor. Persoonlijk. Ik klets liever in de voice, ja. Ik kan ook een bot instellen die automatisch terugpraat als je wat zegt. willekeurige dingen wat hij heeft meegemaakt, die bot. Ja, dat kan. Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik het ook. ja, dat kan. Ja, dat klopt. Ja, hoe wist je dat? Dit is goed. Ja, oké, top. Kom er op die bijl. Hapsakee. Ik hoop dat dit genoeg oak logs is voor mijn huis. Ik ga nog een bos planten, voor het geval dat. Maar ik hoop wel dat het richting genoeg is nu. Ik bedenk me net, als mijn voet beter is, dan ga ik genieten van het leven. Wat ga je doen, Wisdom Speaker? Wat ga je doen wat je nu niet met je voet kan? Oh, koffie. Lekker. Koffie. Drink dan thee. Hij loopt wel beter nu ik hem in full screen heb, hè? Ten opzichte van window mode. Zo. Café. Lekker wel. Dat is altijd een goeie. Lekker in dat café. Zo. Hoppa. Heel veel saplings hier. Sappelings. Dan kunnen we weer opnieuw planten. Hoppa. Nou, dan gaan we weer. Hopsa, de volgende boom. Ja, Wisdom gaat op fullscreen. Voor het idee, hè. Ja. Weet je, ik ben misschien niet zo entertaining als Game Panther, maar ik hoop dat je het hier net zo neer in hebt, Wisdom Speaker. Gaat om het idee. Mooi. Game Panther?
Ja? De echte Game Panther. Wie kent hem niet? Kijk je nooit meer? Hij streamt ook nooit meer. Dat is ook een dingetje natuurlijk, hè? Kijk, ik stream constant. Constant. Week in, week uit. Kan mij niet gek genoeg. Maar ja, ben ik maar alleen. Ik heb niks om te doen. Tja, dan met de camera aan en geld verdienen. Zijn mijn ex ook. Wat? Slecht. Slecht, Jan. Mocht je niet vertellen. Oké, bed. Daar staat een skelet. Een skeletrinus. Ja, hé. Vervelend, jongen. Ja, hier is je bed weer terug. Alsjeblieft. Nou wegwezen. Ach, hier een spin. Een spinneke. Ja, totdat de CPU de stilte toch gaat maken, precies. Heeft je ex OnlyFans? Nee, ik wel, maar zij niet. Nee. Ja. Ja, anders was ik ook gesubscribed hoor. Wat? God. Ja. Loop je nou te glimmen dan? Eikel. Eikel glimneus. Hatsa. Glimbek. Nou, die bek die glimt. Hatsa. Nou, kom maar door. Hoppa, hoppa. Ja, hebben we alles? Nee, nog niet? Mooi, pak dan. Je groeit nu alweer een gigaboom gewoon puur om mee te sarren, hè. Dat verschrikkelijk. Ik wou echt dat ik een, hoe zeg je dat? Dat ik een tree capacitator had. Maar ja, dan moeten we maar een birch tree farm maken. Nou, dat gaat alsnog heel langzaam. Je hebt gerekend vandaag en wat denk je? Nou, reken er maar niet op. Wat? Nee, zeg het eens. Een 10. Dikke vette 1. Daar hoort nog een 0 achter. Ja, wij spaarden vroeger altijd eentjes. En als je dan genoeg had, kon je een hekje bouwen. Maar dat is volgens mij niet helemaal hoe het schoolsysteem hoort te werken. Maar dat kan aan mij liggen. Deze. Dikke vette 1. Nou. Hé, waarom staat deze nog dan? Of waarom staat deze weer? Dat is misschien de vraag, hè? Oh, hier stond nog een sapling los. Ja, dat is waar. Nou, nu niet meer. Hoppa. Nou, laatste. Lijkt me zo eng, hè? Zo'n sapling groeit er weer erin staat. Ga je opeens dood. Het programma is mega streng. Ah, oké. Okay. Maar wiskunde is ook niet. Is ook niet vanzelfsprekend. Het is geen hogere wiskunde, maar. Het is wel wiskunde. Wacht even, dat slaat nergens op, Jan. Ach, god. Mijn laatste bijl. Nou. Verdurdy. Ik heb gelukkig sticks genoeg. Ach, weet je, laat de rest maar staan. Die twee bomen hier, laat maar staan, Jan. Nee, laat maar niet staan, Jan. Hou maar gewoon op. Je hebt toch nog een bijl nodig. Toch nog een bijl nodig, dus.
Wat is dit in vredesnaam? Come on. We hebben zoveel saplings. Dat is mooi, dan kunnen we bij het huis ook een paar gaan planten. Doe maar 6. We hebben opzij geduwd hier. Lekker maat. Echt error. Ook gewoon. Ja. Prachtig mooi poepkleur shirt. Heerlijk. Ja, na, 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 na. Oké, kom maar hier met die loot, ja. Ja. Nou ja, precies, dat is het hele idee. Ik snap dat het lastig kan zijn, ja. Ik bedoel, ik ben zelf een genie, dus ik heb er niet zoveel last van, maar... Een genie. Een genie in a bottle. You gotta like what you do. Got a genie in a bottle, baby. Bom wordt het steeds groter hier. Ook geen tijdsbesef, vast wel handig. Oh. Best wel handig. Ah, oké. Okay. Ja, tijdsbesef is wel een dingetje. Ik ben namelijk zo punctueel als de neten. Dat is echt, bijna vervelend, zeg maar. Als ik weet dat ik ergens om 3 uur moet zijn, dan weet ik precies wanneer ik op mijn fiets moet stappen. En dan ben ik er altijd ongeveer een... Ik probeer altijd exact 5 minuten te vroeg te zijn en meestal lukt me dat. Ik wil nooit ergens te laat aankomen. Dat vind ik altijd zo onkundig. Vooral in de professionele wereld. De volwassen mensenwereld. Wat krijgen we nou? Waarom zakt hij niet? Zit hier nog aan vast of... Een genie. Ja, ik ben een genie. Dat klopt. Geen stress, wekkertje zetten. Precies. Mening, Jan. Ja, nee, klopt. Ik ben van mening dat ik het goed heb. Dat ik gelijk heb. Nee, ik overdrijf voor komisch effect. Ik ben geen genie. Maar wiskunde en raketwetenschap, dat is voor mij geen probleem. Maar ik ben natuurlijk ook een nerd, eerste klas. Hoe kun je nog gapen als je koffie drinkt? Wat is dit? What up? Okay. Heel even langs. Elke keer, hè. Elke keer. Die jongen heeft zo'n goed sociaal leven. Elke keer komt hij heel even langs. Eventjes 2 seconden. Even. Hallo Jan. Nou, ik ga weer. Een genie in ongemakkelijkheid. Nou, dat wil ik nog wel zien. Hoppa. Ik ben zelfs op Discord live voor mijn bestie. Och, wat nou weer? Wat nou weer? Het is verdomme toch niet een keer normaal, hè? Landelijk het hoogste cijfer. Ah, lekker wel. Een creeper, maar dat kan niet, want het is dag. Haha. En er is geen grot waar die uit kan kruipen. Nou, had wel gekund trouwens. Had prima gekund. Andreas ook toen. Oh, oh. Ja, ik heb Frans eindexamen gedaan. Zit hem in de naam, Jan Frans. En ik had een 8. Daar was ik wel heel trots op. 8 op Frans. Wiskunde laten vallen? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik weet niet meer wat mijn...
wat mijn wiskundecijfer was. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar... Oh, die staat ook. Ach, hier. Gelijk weer een nieuwe boom. Nou, ik moet even meenemen, want we hebben ook birch nodig. We hebben ook heel veel oaks nodig. Pom, pom. Nou, ik heb gewoon saplings. Ik heb birch saplings. Ik neem van alles wat mee. Weet je dat maatschappijleer mijn enige examenvak is waar ik op ben gezakt? Want ik ben zo asociaal als de neten. En ik heb dus helemaal niks met cultuur en maatschappij. Dus... Oh. Rekenen een 10. Lekker maat. Pom, pom, pom. Nou, dit wordt dan de permanente plek voor onze to-do-list. Mooi eind van de voordeur van ons, ja, denk het wel dan, hè. Nou, kom maar op met die bordjes. Dit is fout. Zo. Dit is de to-do list. Die hangt er wel heel raar, hè? Nee, dat wil ik niet. Nou, doe maar gewoon op de hoek. To-do list. List. To-do lit. Fucking hip. Ik ben zo hip, jongens. Creepers everywhere. Oh, een Enderman. Goddomme kerel. Ik overleef het niet. Yes, een pearl. Een pearl, de eerste. Oké. Okay. Dat is zeker weten een treasure. Dit zijn treasures? Nee. Dit zijn wel treasures. En mob drops. String is een mob drop. Leather is een mob drop. De green dye is een ding. Birch saplings. Lily of the valley. Bepaalde soort bloemen zijn dingen. Yeah. Emeralds. Emeralds wil ik graag bij me houden ten alle tijden. Ja. Yeah. Dat was hem wel even voor nu, hè. Ja. Yeah. Ik wil deze weer terug op de hotbar. Dit weer niet. Deze ook niet, zo. Oh ja, die moeten we even planten. En ook eventjes wat van deze. Gewoon eventjes wat bomen planten hier. Dat is een creeper. Een creeper. Ik maak eventjes een muur van saplings. Dat is te veel. Zo, en hier eventjes wat sporadisch. Die maken een mooi bos. Dit was gewoon een muur. Een muur van oak. Ja, volgens mij werkt het ook zo, Willem. Dus, even zien. Volgens mij heb ik een heel mooi zootje met spul hier. Dit is wel degelijk een treasure. Ja. Dit is farming en voedsel. Ja, top. Twee leads. Dat zijn ook treasures. Oké, okay, saplings valt onder houtbende. We hebben echt te veel saplings, dus dat gaan we opbranden. Ik weet nog niet hoe of waar of wanneer. We gaan het wel doen. Zetten we een furnace hier neer, zo. Hatsa. Hoppa. Steendingen. Dit zijn steendingen. Oh, die kan u niet meer openen natuurlijk. Vervelend. 1, 2, 3, zo. Kisten kunnen dan niet meer open, hè? Als er iets bovenop staat. Dat is raar, maar dat is gewoon hoe het werkt. Oké.
Hey Ruben. Hallo. Tijdbewaker Ruben, daar is hij weer. Wie kent hem niet? Signs, ja, die heb ik nodig. Kom maar. To-do list. Oké. Cobblestone generator. Cobblestone generator. Heb ik deze voor nodig. We gaan dingen ook permanent hierop laten staan. Dit is groen. Afgerond. Misschien ik beter lime kunnen gebruiken. Heb ik bone meal nodig? Heb ik bone meal? Heb ik bones? Ja. Volgens mij kan ik daar lime van maken. White dye, ja. Lime dye. Dat scheelt ook weer. Ik krijg er meer van. Is dit makkelijker leesbaar? Zeer zeker niet. Oké, dat is niet makkelijker leesbaar. Misschien is gewoon alleen wit van completed. Is misschien goed. En rood voor niet completed. Weet je wat? We gaan voor rood en wit. We hebben nu echt heel veel dye verspeeld. Oké, bone meal. White dye. Alsa. Dat is niet leesbaar gewoon. Nu is hij grijs, als in is al gedaan. Oké. Dat moet white dye voorstellen, jongens. Wat voor dye heb ik allemaal? Ja, niks. Oké, en dan rood, dat zijn poppies. Oké. Ik vond groen makkelijker te lezen. Groen als incompleted, ja. Nu hebben we alleen heel weinig van dit spel. We hebben geen cactus nog. Cobblestone generator. Nou ja, alles voor de science, mensen. Alles voor de science. Jammer dat het heel slecht leesbaar is. Cactus. Ja, weet ik. Maar ik heb geen cactus. En ik heb geen zand. Dus ja, dat is een beetje vervelend. Nee, lime is dan moeilijk verkrijgbaar. Ja. Cactus. Het beeld is wazig. Nou, voor mij niet hoor. Ruben, volgens mij heb je gewoon een slechte internetverbinding. Oké, ik ga voor white omdat het makkelijk is en voor rood omdat het makkelijk is. Deze is uitgegrijsd, zo, want het is klaar. Het feestje is voorbij. Misschien doe ik er zelfs een glow sack op. Alleen dan heb ik dus glow squid nodig. Een glow squid kan je krijgen, zeker wel. Moet het alleen helemaal donker zijn. En moet er water zijn. Dus dan moet ik even een... Een overkapping maken. Nou ja, komt later wel. Of gewoon inderdaad ergens een bucket of water in de nacht hier laten hangen, zo. Spant vanzelf iets in, hè? Spant vanzelf een squid in het water. Ja, top, borden. Cobblestone generator hebben we. Naast, wat valt er in dezezelfde categorie? Ik zou het niet weten zo. Wat hier wel in valt is... Even zien. Bouw een nether portal. Bouw een nether portal, ja. De end portal. Versla draak. Get Elytra. Elytra. Nee, dat is een beetje dubbel op, hè. Vind een Elytra. Shirt besteld voor je broer? Wat heb je besteld, Wisdom? Oké, Elytra gaat alles makkelijker maken. Maar goed, zover zijn we nog niet. Cobblestone generator, check. Furnace. Furnace array. Nee, we maken ervan supersmelter. Dwarven smelter. Smeltery. Doe gewoon in het Nederlands, Jan. Een dwergen. Smederij.
Ja, smederij. Dwergensmederij. En dit is dan een sorteersysteem. Is dan een sorteersysteem is dan het laatste, zeg maar, in de technologie wat we moeten doen. Althans, wat dit betreft. Cobblestone Generator, Dwergensmederij, sorteersysteem. Ik wil een huis. Bouwhuis. Bouwhuis. Bouw een huis, ja. Bouw een huis. Check, daar gaan we mee bezig. Wat willen we daarnaast ook? Een tuin. Farm. Even zien. Boerderij. En tuin aanleggen. Zo. Bouw een huis. Nou, dat is een van de eerste dingen die we gaan doen, mensen. En voor de rest, ik plak hier wat bordjes op. Met als reden dat we die later kunnen invullen. Ik bedoel, dit is een tijdlijn, hè? Een vreselijke tijdlijn. En het wordt uiteindelijk dus Nether, dan End Portal. Nether hebben we nodig voor Blaze Rods. Dan pas kunnen we een End Portal vinden. Ja, we gaan gewoon heel veel hout pakken en heel veel steen. Even zien, we hebben 4 stacks cobblestone. Ik denk niet dat dit genoeg is, maar we hebben een cobblestone generator. Dus dat is het probleem nu niet meer. We hebben dirt, we hebben ook logs. En we hebben birch logs ook nodig. We hebben ook planken nodig. We hebben ook een crafting table on site nodig. Nou, let's go. Een shirt erop staat: de gender sinds zijn geboortejaar. Echtgenoot sinds trouwjaar. Papa sinds het jaar dat hij papa is. En dan een poppetje met een shirt aan. Ah. Nou, geweldig uitgelegd. Wat cute. Wat cute. Smoker. Oh, het kost hout. Oké. Okay. Smoker is goed voor voedsel, meen ik. Boot is goed voor villagers meenemen. Hoppa. Ja, even kijken. We hebben dirt. We moeten heipalen gaan zetten. Daar is de zon. Ik moet even eentje maken ter voorbeeld om te kijken hoe dat gaat. En hoe hoog we alles moeten hebben. Dus ik ga hier beginnen. Oh god. Gelijk gras erover. Dat was niet mijn bedoeling. Oké, ik denk dat we... Want dit is... Ik doe normaal gesproken altijd 5 bij 5. Dit zijn 7 bij 7 binnen. Ja, moet die 4 hoog, denk ik. En dan moet hier een dwarsbalk. Nou ja, moet. Dit is de manier waarop ik het mooi vind. Laat ik het zo zeggen. En dan gaan we even testen met een dak. Dit gaat heel veel logs kosten, uiteraard. We gaan er een echt Janhuis van maken. Zoals Chantal het altijd zegt. Zo. Zo. Kan ik meedoen? Nou, Niktovashni, dat wordt lastig. Want dit is single player. Dus nee, dat kan niet. Dat kan helaas niet. Eens even kijken, wat zocht ik? Ja, ik moet hier eventjes kijken. Jezus. Ik moet even kijken hoe ver ik het dak moet laten uitsteken, om het zo maar te zeggen. Heb jij een server? Nee, ik heb geen server. Nee, ik ben heel arm en ik heb geen geld. Dus dan heb je niks. Ik ben heel zielig. Oké, even kijken. Het wordt ook nacht. Ik moet even slapen, denk ik. Nou ja, bijna. Ik moet bijna even slapen. Ik kan nog wel even door. Even door. Even kijken hoor. Wat? Arm en naakt? Ja, dat kan hè. Even
Even kijken, eerst maar even slapen, want dit gaat mis anders. Geen squids? Jammer. Zal ik even een glow squid ding gepakt. Ontbijtje, even een stukje brood. Lekker maat. Oké, blulup. Ja. Hopsa. Oké, check. Zo. Even kijken of de dak nu daarop komt, zeg maar. Perfect. Perfect. Wat een prachtig huis. Maar hoe is het, greppelhex? Je bent zelf een greppelhex. Je bent zelf een greppelhex. Oké, dit past. Dus dit gaat goed. Top. Hatsa. Dit gaat verder goed. Mooi. Gaan we heipalen plaatsen. En voor nu maar eventjes torches op de randen. Zodat we geen mobs spawnen. Kan handig wezen. Dirt. Ik ga eerst maar eventjes de fundering plaatsen. Zo. Eigenlijk gewoon overal waar zo'n ding moet staan, zetten we zo'n ding neer. Dit alleen al is heel veel hout. Laat staan als het frame af is. Dit gaat echt heel veel hout kosten voor zo'n groot project. Waarvan ik waarschijnlijk nog niet eens alle kamers ga gebruiken voor nu. Ja, ik heb trouwens. Ik moet hier trouwens nog een. Dankjewel voor het compliment. Heel graag gedaan, joh. Greppelhex. het gaat nodig zijn dat ik hier een dirtblok plaats en weer weghaal. Dat ik hier een laag uitgraaf. Ik dacht eerst ik ga het... Ik kan het alsnog eentje hoger maken trouwens. Ja, is misschien wel mooier. Misschien wel mooier. Om het even één hoger te maken dan de rest van de wereld. Dan heb je zeg maar visueel verschil ook. Visueel hoogteverschil. Ja. Gaan we doen. Kost wel iets van een stack meer hout als ik dat doe. Maar dat is prima. Ik krijg in ieder geval geen stack dirt voor terug. Oké. Het staat. Het staat zo het staat. Oké. Dit moet dus eentje hoger. Dus dit gaat eraf. Dit gaat eraf. Hier komt dus een vloer in te liggen. De vloer zal deels bestaan uit cobblestone. Greppelhex. Greppelhex. Greppelhex rules. Oké, dat is hout. Mooi. Jan, hoe gaan we dat doen? Nou, ik zou het u vertellen. Met water. Oké, eentje hoger. Ja. Gaan we dan. Oké, we gaan het framework bouwen. Oh ja. Torches op de hoeken, zodat er geen monsters hier spawnen, want... Nou, ik slaap toch meestal door de nacht heen. Maar ik wil ze ook niet op mijn dak hebben. Voor nu. Kunnen we 's nachts ook een beetje doorwerken.
Wat moet je, wat kun je met doen? Lachen. Pom, pom, pom. Jammer dat Auke er niet is. Dit is zijn favoriete muziekje. Oh, ging goed. Dat was vervelend. Zo. Dat kan er weer niet, hè? Nee. God. Die bijl. Dat is echt een vervelend ding, hoor. Ja, dan maak je weer die stripped oak logs en die kun je niet terugzetten. Nee, dan maar zo. Eén extra log kwijt. Alles kan. Koffie kan. Thee kan. Melk kan. Enzovoort. Amersfoort, Zandvoort, Katwijk aan Zee. Noordzee, Zuiderzee, Middellandse Zee. Ga ze maar deur. Voordeur, achterdeur. Schuifpij. Wat? We gaan door de schuifpij. Dit wordt een groot huis. Ik weet niet of ik wel genoeg hout heb. Ik denk het niet. Misschien moeten we eerst inderdaad gewoon het hoofd maken, zeg maar. Dit wordt wel een gigantisch mooi landhuis, dat wel. Dat wordt wel groot. Het wordt grut. Huh. Dat deze ga. Ja. En deze. Oké. Okay. Ik denk dat we het hier gaan doen, inderdaad. Is dit dezelfde hoogte? Ik denk het wel. Torsje. Wietkan? Nou, dat vind ik raar, hoor. Een wietkan? Een kan met wiet? Hoorde je naam? Weet ik niet. Ik denk het niet. Ja, ik zei het schuifpui. Schuifpui, zei ik. Maar ik zei geen Anita. Dus, zo. Groot. Ik zei wel groot. Dat kan kloppen. We gaan naar de schuifpui. Zo. Annie, hou jij mijn tasje even vast? Want die kerel wil met me dansen. Die gozer, dat zegt ze. Die gozer wil met me dansen. Oh, wat verschrikkelijk nummer is dat, zeg. Zo. En toch zing je het. Ja, het zit vast in mijn hoofd. I can do nothing undo. Dat is Engels voor ik kan er niks aan doen. Echt waar. Ja, zo heb ik ooit gehoord dat iemand wees op je hoede heeft vertaald als orphan up your guard. Orphan als in een wees. Up als in omhoog. Of op. Your guard, je hoede. Uit je kop zetten, ja. Als het zo makkelijk ging. Als het zo makkelijk ging, dan was ik al mijn jeugdtraumas ook al vergeten. Nee, je hoeft niet in therapie, gewoon uit je kop zetten. Ja, maar mama, nee. Vervelend. Jop. Zo. Nou, als dit nou de basis van het huis wordt, hè? Als dit nou de basis van het huis wordt, dan is dat de schuur, ja, precies. Oké, Joep, joink. Leuk man. Nou, dan gaan we hier een vloertje in bouwen. Vloertje maken we van een stenen fundering. Ja, ik zie het helemaal voor me.
Daar komt hij, hè? Zo. Oh ja, dit wordt wat. Dit wordt helemaal wat, ja. Helemaal wauws. Oké, hier moet vloer tussen dan. Een stevige fundering, zo. Mm-hmm. Oké. Eigenlijk moet hier dan ook... Op de onderste verdieping zou ik hier dan wel iets op willen, zoals een randje bricks of zo. Oeh. Gaan we even over nadenken. Ja, toch. Oké. Voor nu is dit prima. Dat is prima. Ja. Deze even mee. Ik zet hem weer tegen de middelste balk aan. We kunnen deze middelste pilaar weghalen. En volgens mij... Kunnen we zo ook een... ja, oh, dan krijg je 3. Ook moet die aan alle kanten textures hebben. Oké. Okay. Interessant. Ja, is dat nodig, die? Nee, eigenlijk niet, hè. Kun je die ook weer terugzetten, die? Oh, daar kun je gewoon planks van maken weer. Je kan ze niet meer terugcraften. Wat lelijk. Nou, jammer dan. Kost weer wat hout. Misschien moeten we hier inderdaad gewoon een dwarsbalk doen. En ik denk dan richting die kant vasthouden. Want dit heeft hetzelfde effect. Alleen het kost maar 1 hout in plaats van 3. La la la, ja la la, ja la la. Kaaksbal. Jawel, Willem. Zo. Je gaat er mega vroeg uit voor mij doen. Of je was er mega vroeg uit. Ah, oké. Ja, ik kan het natuurlijk ook gewoon zo laten. Ja, ik ben een beetje wispelturig, maar ik ben aan het kijken wat het beste, wat het leukste is. Zeg maar. Nu moet ik weer eventjes omhoog bouwen. Anders dan pakt hij hem niet. Zo. Zo neerzetten. Zo. Als je deze nu weghaalt, deze pilaar, of je laat hem staan. Ik kan hem ook laten staan. Laat voor nu maar even staan. We gaan hier. Crafting table. Misschien praktisch maken. Met inderdaad een crafting table hier. Nee, dat ziet er niet uit. Sorry. Nee, dit moet een log zijn. Oké, we maken hier wel een knutselhoekje. Jans knutselhoekje, welkom. Even zien. Ja, hoeveel hebben we nodig? Ik zou het niet weten. Plank. Plank. Even zien hoor, 16. Hoppa, dat is een hele stack. Ook maar eventjes birch slabbies van maken. Ja, slabby babies. Jawel, lots of lots. Oké, we gaan een oud patroontje doen. Een patroontje wat ik vaker gebruik. Wat altijd heel fijn werkt. En ik gebruik hier slabs voor 2 redenen. Als we hier ooit een kelder onder doen, is het plafond lichtelijk verhoogd. Wat fijn is. En het kost natuurlijk minder materialen. En het ziet er gewoon cool uit vanaf de onderkant. Als we hier ooit een kelder in maken, wat we waarschijnlijk wel gaan doen. Dan ziet het er gewoon heel cool uit. Nou, perfect. Oh god, pillagers. Flink wat ook. We hebben net een paar van die lullo's gehad. Kunnen we ze gewoon met rust laten? Laten ze ons met rust? Of gaan ze op ons jagen? Ja.
Ja la la la, ja la 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 la, gehaktbal. Ik vind hem zo leuk, hè? Vooral omdat hij relatief duur is, komt hij niet heel vaak voor. Niet de hele dag door, in ieder geval. Fucking kut pillagers, staan ze daar weer te commanderen hier. Ik klik ook het ook eens mis met die kringen. Zo. Ik vind het een mooi patroontje altijd. Oak en birch, dat zijn echt mijn favoriete twee houtkleuren. Iedereen is altijd zo dol op spruce of dark oak. Ja, weet je, is mooi, maar ik hou meer van die lichte kleuren. I like it a lot. Wil ik dan hier ook nog steen hebben? En later uitbouwen? Misschien wel. We halen dit natuurlijk later weg als we gaan uitbreiden, maar... Je houdt van kleuren, ik ook. Ik ben dol op kleuren, alle kleuren. Alle kleuren niet gediscrimineerd. Deze nou weghalen, hè? We maken hier een mooie ingang van. Pillagers gaan weg, mooi. Als het goed is, zie je deze niet. Dus we gaan hier stairs maken, we gaan hier een mooie opening van maken. Ja, er moet nog één naar voren, hè? Dit is helemaal de ingang nog niet. Dit is nog helemaal de ingang niet. Nee, klopt. Oké. Althans, nee, dit is wel de ingang. Ik ben gewoon dom. Dit is prima de ingang. We kunnen het naar voren trekken zoveel we willen de hele tijd, maar laten we het niet doen. Dus hier moet een stairs komen. Zo, 4 is voldoende. Eigenlijk was 3 voldoende. Nou. Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk. Als we dit zo doen. En dan misschien 3 slabs. Dan echt een grote, wat grandiozere trap. En dan kunnen we hier aan de zijkant misschien stairs doen. Oh ja, dat kan prima. Oh, dan hier zo. Oh ja. Dat is wel raar, maar het kan wel. Nee, is te raar. Dat is te raar. Dit moet een slab zijn. Jammer. Precies zo. Ja. Nou, er moet een mooie deuropening komen, uiteraard. Misschien gewoon een mooi simpel houten frame. Zoiets. En dan... Je hebt jammer genoeg geen 3 brede deuren, hè? Nee. Dan moeten we eigenlijk hier ook iets op verzinnen. En dat moet dan... Is dat te cobblestoney? Dat is wel te cobblestoney, hè? Ja. Ik weet al wat fout gaat. Dit is niet statig genoeg. En dit loopt nog steeds perfect naar elkaar over. Even zien. Even kijken hoor. Zo.
hoop het van harte. Mag ik dat hele concept opnieuw gaan bedenken? En hier, bam. Ja, dat klopt nog. Mooi. Ja, ik wil wel dat de daken netjes overgaan, omdat het heel modulair gaat worden. Weet ik dat het allemaal netjes is. Oké, statig. Ja, imposant. Ik weet het al. Statig en imposant. Oké. Ja. Dat vind ik een mooie entree. Ik vind het mooi dat het hout achter de steen verdwijnt. Met de steen daar weer achter. Een half blokje hier, zeg maar. Ja, vind ik leuk. Oké, ik neem mijn bed mee naar binnen. We hebben nog geen glas, want we hebben geen zand. Dat zul ik niet krijgen waarschijnlijk. Even tijdelijk het bed hier neerzetten, zo. In de huis. Oké. Imposant, ja. Deze. Deze steekt uit als een zere duim nu. Dus die gaan we wel eventjes zo neer doen. Hopsa. En eventjes omhoog. Hier een torch neerzetten. Hatsa. Mooi. Ook weer geregeld. Ik heb een vriend die zegt dat ik rustig aan moet doen en dat het niet na een week weg is. Waar hebben we het over? ja, over een vriend, dat snap ik. Oh, we hebben een deur. We have a door. Je enkel, oh ja. Nou ja, weet je, alles geneest met tijd. Dus ik zou daar inderdaad rustig aan mee doen. Deur. Welke kant willen we de deur op hebben? Kan wel. Mensen zeggen wel eens, is er een goede en een slechte manier om een deur te plaatsen? Ja. En dit is volgens velen een slechte manier. Nu gaat de deur naar buiten open. En een deur in het echt gaat niet naar buiten open. Dus we zetten hem hier neer. Gaat hij naar binnen open. En dat is hoe het echt hoort te zijn. Zo, nou top. Cool. Cool. Motieven. En dit is een mooi groot raam. Zo. Dit ook. Dit ook. Dit ook. Dit ook. Dit ook. Oké. Okay. Zo. Ja, dat waren de ramen. Deze voorste, dat worden grote ramen. Dus die laat ik open. Prima. Voor nu heb ik nog geen ramen, dus ik ga hekken maken. Nee, ik zou inderdaad ook niet zin hebben om nog een week op je gat te zitten. Nee. Nee. Mm-hmm. Ook fans. Hoeveel heb ik er nodig? Nou, niet veel, want ik kan niet meer maken dan dit. Zo. Daar heb je eerst planken nodig, Jan. Oh, dat is een goed idee. Nou. Ook fans. Dat is veel, hè? Ja. Doe maar eventjes één stekje. Tot aan de 60. Ja, 64 precies. Lekker maat. Dun, 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 dun.
Het is wat primitief misschien, maar het werkt. Het wordt allemaal mooier als we uiteindelijk gewoon resources hebben. Maar ik wou gewoon eventjes beginnen met het huis. Oké, we hebben een dak nodig. Oké, we hebben ook slabs, birch slabs, dit moet goed komen. Kom van dat dak af. Nee, kom dat dak af. Het was de laatste keer. Zo. Hoppa. Weg daglicht. Op elke steunpilaar heeft een torch. Dat moet voldoende zijn. Ik ga later wel lanterns maken. Want die torches, dat is... Voor binnen ga ik lanterns maken. Maar ik heb nu nog geen bron van ijzer. Dus... We zitten nu nog in de Wood Age. In de Stone... Nou, we zitten al in de Stone Age natuurlijk. Maar we zitten in ieder geval in de Cheapo Age. We zitten in de Stone Age. Je hebt geen stone lanterns. Je hebt alleen maar iron lanterns. Dus ja, dan moeten we naar de Iron Age. Door een iron farm te maken. Zegt hè? Ik heb het altijd. Het is een nacht verkeerd gezongen. Oh jee, vertel. Hoe zong jij hem dan? Ik zing hem altijd. Het is een film die je normaal alleen na tienen ziet. Maar dat is niet goed hè? Nee. Ik doe heel eventjes wat zalf op de oogjes. Waarom op de ogen, Jan? Dat zie ik beter. Dit is goed zicht zalf. Daarom hoef ik geen bril. Gewoon af en toe het zalf op de ogen en klaar. Wat een onzin, Jan. Ja, klopt. Klopt als een bus. This is the night van de baseballs. Ja, Willem. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Dat is een joei. Zeggen ze in de zuidelijke streken van ons land. Dat is een joei. Kijk, en dat creëert dus een leuk effect. Je hebt dus die dwarsbalk en dan heb je zeg maar het plafond. Plafond met een patroontje, bodem net zo. Drie hoog is hoog genoeg voor de meeste dingen die je wil doen. We kunnen uiteraard een soort van ballroom maken als deel van dit landhuis. En die ballroom kunnen we dan zeg maar gewoon twee verdiepingen hoog maken. Om een voorbeeld te geven. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Maar dat is goed. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Dat is de correcte versie. Ja, kut. Dat is ook heel zuidelijks. Kut. In Noorden kennen we dat niet. Nee. Zeggen we gewoon poes. Wij zijn net opgevoed. Oh, trouwens. Dit is ook... Ook inmiddels de pilaar. Even wat licht in de keten. Wat zo. Ja, we hebben één birch plank nog. Dat is niet genoeg. Nee. Nou, maak maar eventjes wat van die kringen. Ja, had zo. Oh, er is een nacht. In plaats van het is een nacht. Oh, nu zie ik het pas. Ja, ik gooi het maar onder creatieve vrijheid.
Jongens, het dak zit erop. Dak zit erop. Dat wordt natuurlijk de grootste verdieping, de tweede verdieping. Voor nu is dat nog niet een geval. Mening. Ja, precies. Mening. Voor nu is hier nog niks. We hebben nog niks gemaakt hier. We kunnen een mooi trappenhuis bouwen. Als onderdeel van deze entree. Want dit wordt de entree van het huis. We kunnen hier een mooi trappenhuis bouwen. We kunnen ook zeggen van, nou weet je wat. Gewoon ladder. Ik heb het meestal in mijn designs. Gewoon bam, ladder. Alsjeblieft. Ach, ik heb er meer van. Hey, Bassie. Bas, welkom bij de stream. Kijk eens naar mijn base. Kijk mijn base, Bas. Doen we nu trappenhuis. Zwager, klinkt negatief. Ja. Ja. Bas, wat een man. Dubbel uitroepteken. Ja. Even kijken. Even interessant doen. Dat doen regisseurs altijd, hè? En dan staan ze ergens op locatie, staan ze zo interessant te doen. Oké. Okay. Je hebt twee ogen, vriend. Kijk er doorheen. Maar goed. Ja. Zou wel aan mij liggen. Goed, we hebben hier... Auw, godverdomme. Ik prik mezelf in mijn oog. En iets een beetje ook. Oh. Oh, dat is hier. Schoonzoon. Nou. Dan moet je wel goed gewassen wezen. Anders ben je geen schoonzoon. Godverdomme, ik prik mezelf zo in mijn oog met mijn nagel. Oh, dat doet zeer. Ja, ik ga even mijn ogen uitwassen en eindelijk thuis, Bas. Lekker wel hoor. Ik ga heel eventjes mijn ogen uitwassen en een kop koffie zetten. Ik ben er zo weer. Hey, hallo. Bas is nog steeds op vakantie. Protest. Protest in de chat, dames en heren. Protest in de chat. Protest. Protest tegen Bas op vakantie, zo is het. Roald Noord, dankjewel voor je bericht. Wat Willem al zei inderdaad, ik speel niet op een server, dus dat is heel lastig meedoen. Het is allemaal singleplayer. Ik zal trouwens heel even het commando ook uitzetten. Help. Die. Zo. Even kijken, doe deze nog wel? Ja, doet het. Op één oor. Fantastisch. Nou, ik ga koffie pakken hoor.
Hé. Zo, koffie. Hey mensen, wat is het toch met die jeugdigen die... Die één bericht in de chat doen en dat is mag ik meedoen en dan gelijk weer weggaan. Ik snap het echt niet. Ik snap het echt niet. Ik heb mijn demographic bekeken. De meeste mensen die komen kijken en gelijk weer weggaan... zijn tussen de... wat was het? Tussen de 11 en de 15. Dus dat is wel heel typisch altijd. Ja, precies. Nou ja, tussen de 11 en de 15. Ja, die mensen zijn 13. Exact. De kop af. Ah, man. Scherpe nagels. Daar stak ik me dus mee in mijn ogen. Verdomme. Ja. Mag ik meedoen? Nee. Start je eigen stream maar. Hoi. Ja, ik ben heel makkelijk hoor. Maar... Nee, hangt vanaf wat voor game ik speel. En ik heb zoiets, weet je, Euro Truck. Prima, mensen mogen lekker meedoen. Ik weet niet. Als ik iets regel zoals een open TTD game of een Age of Empires game of zo, dan heb ik zoiets van ja, mensen mogen wel meedoen. Maar het wordt toch gelijk zo gek. Ik wil nog wel eens een open TTD game doen dat er echt 100 mensen meedoen. Dat zou ik echt gaaf vinden. Maar ja, dat is wel druk, hè? Ja. Eens even zien. We hebben meer signs nodig. Laten we daar eens mee beginnen. Give me a sign. Ik heb nog 6. Wat leuk. 100? Ja, waarom niet? Oké. Mensen, wat moeten we allemaal op onze to-do-list hebben? Want we hebben plek zat. Zoals jullie kunnen zien. Cobblestone generator hebben we al af. Ach, daar zijn ze weer hoor, die eikels. Eikels eerste klas. Ik heb genoeg sticks, denk ik. Ik zit nu met z'n vijven. Jezus. Oh, hier. Oh, gek het. Hier, tijdbewaker Ruben. Ja, nee, tuurlijk. Tuurlijk, Willem. Dat snap ik. Maar ik denk dan aan een ideale wereld waar iedereen normaal tegen elkaar kan doen. Maar ik vergeet wel eens dat het niet kan. Dus, ja. Oké, we moeten allemaal op ons to-do-lijstje staan, mensen. We hebben cobblestone generators hebben we al af. Dwergensmederij, daar heb ik een idee voor. Sorteersysteem. Nou, dat wordt ook een flinke klus. Dat gaat allemaal heel veel ijzer kosten. Dus, wat heb ik nodig? Een iron farm. Ja, we moeten de iron age in. Dus een ijzer farm. Ja, een ijzer... Iron golem farm. Iron golem farm. Want we kunnen nu wel iron golems dood maken. We gaan met hetzelfde gemak gaan we naar een van die kutdorpen hier. We slaan de iron golem dood en klaar. Al is dat lastig. Ik heb echt een pijl en boog nodig, vrienden. Hij heeft een enchanted boog, zie ik. Dat betekent dus dat ik erop afren, dat ik gelijk dood ga. Har. Ja, schiet de kamer dood, dat is het leukst. Hoppa, die is dood. Ik ga echt dood hier. Oh god, ik heb gewoon een zwaard. Ik loop hier met de bijl te schieten de hele tijd. Oké, dat was wel mijn dood. Dus mijn eerste dood op de server. Hoi. Of server. Ik zeg nu ook server. Het is helemaal geen server. Mijn eerste dood hier überhaupt. Oké, kom maar op met die bende hier. Tudululululu. Oké, aan. Dat is 1. Mijn bel is weg, dan is dit nu. Goddomme jongens. We gaan er vandoor, mijn pillagers. Moet er achteraan. Waarom doe ik dan ook zo moeilijk over inventory? Ja, weet ik niet.
Had ik nou een schild gehad, dan was het super makkelijk geweest. Maar ik heb geen schild. Ik ben dom. Ominous banner, ja. Hang maar op. Death point, remove. Top! Toppie, de poppy. Lekker maat. Oké. Ik heb nu die, hier bad omen heb ik nu. Ik mag nu niet zomaar naar een dorp gaan. Dan komt er een, don't forget the boer. Ja, oké. Okay. Ja, raar getal dan. Ja. Boeren. 9999999999. Hatsakee. Oké, onze to-do list. Waar we mee bezig? Iron Golem Farm. We hebben een nieuwe bijl nodig trouwens, ja. Hoe zitten we in onze ijzer? Weinig. Dan een stenen bijl. Een stenen bijl, doe er gelijk maar twee. Eentje op de hotbar en eentje met me mee. Shears hem ook maar, hapsa. Nou, hebben we iets van ruimte weer. Toppie. Iron Golem Farm. Ben het afronden. Oh, op die manier. Ja, tuurlijk. Ik zie het nu pas. Iron Golem Farm is iets wat we willen doen. Wat is ook iets wat we willen doen? Slimes vinden. Normaal gesproken vind je slimes altijd. We hebben nu een extra hoge Super Flat World gemaakt. Waar we dus ook kunnen kelderen. Mid Dirt geeft ons geen voorsprong. En wat Auke toen ook al zei. Mid Dirt geeft ons geen voorsprong. En minder slimes geeft ons wel een voorsprong. Dat dan weer wel. Maar ja. Geen bananen. Dus slime farm. Een slime farm. Check. Wat willen we nog meer? Iron Golem Farm, Slime Farm, Mob Farm. Dus dit is gewoon een standaard monster farm, I guess. Monster farm. Oké. Zo. Even zien. Een cactus farm. Cactus farm, sugarcane farm. Ook een belangrijke. Sugarcane, suiker. Suiker farm. Ik probeer zoveel mogelijk in het Nederlands te doen, maar... Farm, het woordje farm ga ik wel de hele tijd gebruiken. Een suikerfarm hebben we nodig. Wat hebben we nog meer nodig? Mushroom of een paddenstoelfarm. Paddenstoelfarm. Wat hebben we nog meer nodig? De cobblestone generator hebben we dus al. Wat is nog iets wat we graag willen? Nou ja, we hebben echt een veel te grote to-do-list gemaakt. Maar ja, er staan nu gewoon dingen op die je gewoon kan afvinken. Dus dat is wel mooi. Bouw een huis. Nou, ik denk trouwens dat we bouw een huis wel mogen afvinken. Want we hebben een huis. Het is nog niet heel geweldig, maar we hebben een huis. Ik ga hem afvinken, jongens. Bouw een huis. Bam. Grijs gemaakt. Die is klaar. En rood als het niet lukt. Als het niet kan, om wat voor reden dan ook. Hier, kijk aan, suikerriet. Ja, dat moeten we dus ook hebben, suikerriet. Bamboe. Bamboe kan volgens mij helemaal niet. Even zien hoor. Ja, wat willen we nog meer? Een trading hall natuurlijk. Villager. Of dorpsbewoner. Ruilhandel. Of gewoon een ruilhandel. Hebben we nodig. Een villager trading hall. Ik probeer zoveel mogelijk in het Nederlands te doen. En de rest gaan we over nadenken. Ik denk dat we een mooi beginnetje hebben gemaakt. Mensen, het is heerlijk lekker rustig op de stream. En het kijkerschap stijgt en daalt en stijgt en daalt de hele tijd. Maar het gaat niet heel erg. Het is niet heel erg druk. En dat geeft niks. Dat zegt mij alleen wel gewoon dat ik eventjes iets anders moet doen vanavond. Dus wat ik ga doen, is ik ga hem afsluiten voor nu. We hebben anderhalf uur gespeeld. Mag ik jullie vriendelijk bedanken. En we hebben een huis gebouwd. Dus het begint al 100 keer Neymar JR Junior gekocht. Ja, precies. Lekker man.
Goed, mag ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zou dan zeggen, graag tot de volgende keer bij Krimi TV.